Hallo, een hele goede avond. Het is vandaag maandag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ja, ja, alweer een nieuwe weekvlog. En ja, het is maandagavond. Het is vandaag echt drukker weer. Het heeft heel de dag gesneeuwd. Ik heb net met pijn en moeite ben ik thuis gekomen van mijn werk. En dat was mijn laptop. En ja, ik kon de pont zeg maar bijna niet meer omhoog rijden. Dat was echt super scary. Maar goed, ik ben veilig thuis gekomen. Ik ga nu eerst even een paar YouTube-video's kijken. Daarna ga ik even aan het werk op mijn kanaal. En dan zien we wel wat we gaan doen. Het is pas 7 uur, dus we hebben wel een avond voor ons. Hey. Oké, ik zit nu inmiddels achter mijn bureau. Het is kwart over 8 uur. Dat gaat heel hard. En ik ga nou even... wat ga ik even doen? Ik ga even editen. Dat moet ik even doen. Ik ga eens even mijn weekendvlog editen. En ik ga eventjes wat... video's uploaden op YouTube. En oh, ik heb hier zo meteen zoiets leuks laten zien. Ik ben echt zo excited over. Mijn moeder heeft namelijk de kerstboom opgezet afgelopen weekend. Zaterdag dus. En oh my god, wat is zo leuk. Echt, kerst, december is sowieso echt de mooiste tijd van het jaar. Ik hou er echt van. En vandaag was het nog super erg aan het sneeuwen. Daar hou ik dan wat minder van als ik nog naar huis toe moet rijden. Maar als ik thuis ben, echt love it. Nou ben ik even aan het kijken. Dat ik allemaal nog op klaarstaan. Want ja. Kijk, mijn shoplog staat online. Mijn storytime moet ik online zetten. Heb ik deze online gezet? Nee toch? Nou, ik moet nog best veel doen. Oké, ik ga er aan. Oké, jongens. Ik heb dus mijn weekendvlog geëdit. Heeft echt een super lang geduurd. Een uur. Maar hij is ook echt 16 minuten of zo. Of 18 minuten. Plus, I have a confession to make, because ik heb in december misschien nog maar 2 keer gesport. Ik heb geen zin, ik heb geen puff en ik heb ook geen zin om mezelf te dwingen om naar de sportschool te gaan. Ik vind het weer ook gewoon niet chill. En ik weet, het zijn allemaal van die slappe excuses, ik weet het, maar ik heb ook zoiets van, joh, ik wil een nieuw jaar gewoon weer lekker gaan beginnen en gewoon dit jaar gewoon niet. Wel thuis oefeningen doen, denk ik. En rondje lopen of zo, rondje wandelen. En misschien dat ik een donderdag ga. Ik weet niet, donderdag is de 15e. Morgen ga ik sowieso niet. Dan ga ik denk de 15e, 19e, 22e. En dan een weekje niet meer. Dan heb ik ook alweer een week niet gedaan. Dat vind ik ook een soort van zonde. Moeilijk, moeilijk, heel moeilijk. Sowieso ga ik vanaf het nieuwe jaar ga ik wel gewoon weer 2 keer in de week. Dat wil ik gewoon echt erin houden. Ik wil gewoon afvallen, heel simpel. Dus nou, ik denk dat ik misschien, ik weet niet of ik deze maand ga. Het is best wel zwak, maar goed. Oké, ik ga jullie even wat leuks laten zien. Just wait a minute. Oké, jullie weten dat ik echt dol ben op kerst. Oké, mijn moeder heeft hier allemaal lampjes gedaan. En buiten, ja, als jullie het een beetje kunnen zien, want het is hier echt heel donker. Misschien ook de ISO wat omhoog doe. Ja, daar wordt dus nog echt lelijk van. Nevermind. Zo buiten. Anyway, het is helemaal wit buiten. Echt bizar. Oké. Daar staat mijn precious. En mijn moeder heeft hier ook allemaal kaarsjes. En in de gang. Oh, dat heeft ze nou niet aanstaan. Maar dat had ze anders ook wat leuke lichtjes. Maar dit is onze kerstboom dit jaar. En kijk nou hoe cute. Zo schattig. Tafeltjes van de Ikea. Dit is gewoon voor mij. Ja, yes, love it. Oké, ik ga verder met editen. Oké, make-up los. Ik doe mijn lampjes uit. En ik ga lekker slapen. Ik ben echt super moe. Het is bijna 11 uur. Oké, slaap lekker allemaal tot morgen. Goedemorgen. Dinsdag vandaag. Ik praat een beetje zachtjes, want iedereen slaapt nog. Het is 8:10. Ik ga eerder weg dan vandaag normaal, want mijn vader belde, die waarschuwde dat het ijs op. Dus dat is super gevaarlijk. Dus ik ga hem even klaarmaken en laat ik even zo mijn auto even snel zien als ik tijd heb. Anders niet. En dan ga ik snel mijn auto van sneeuw ontzien. Ligt sneeuw op mijn auto. Top. En dan ga ik naar mijn werk leggen. Dat is mijn planning. Hi.
dinsdagavond. Eigenlijk is het toch 11:30 bijna. En mocht je denken, goh, wat heb je nou op je lip zitten? Ik ben mijn snor aan het waksen. Ja, ook vrouwen hebben lichaamsbeharing. En ik heb hier blonde haartjes en mijn zonlicht en foundation op. Ziet gewoon super goed. Super lelijk. Ik haal het af met deze ontharingscreme van de Action. Dit is de Brame Extract. En ja, binnen 5 minuten zou het weg moeten zijn. Ik doe al 10 minuten over, want dan weet ik zeker dat het weg is. Wat ik nu even ga doen. Ik ga even mijn kleding uitzoeken voor morgen. Want morgen is het woensdag. Ik ben helemaal kwijt de dagen. Morgen is woensdag en dan ga ik naar Davy toe altijd. En, of hij kan naar mij toe om de week eigenlijk. En deze week ga ik naar Davy toe. Gelijk even spullen inpakken en bedenken wat ik aan ga trekken. Dat is wel even handig. Oh, een leuke panty. Lekker warm. Ja, mijn moeder heeft hier mijn was neergelegd. Voor de rest wou ik eigenlijk vandaag gaan werken aan mijn kanaal. Want ik heb het gisteren ook gedaan natuurlijk. En wou ik vanavond weer doen. Maar echt, ik heb gedoucht. Ik ging op bed liggen en ik bleef liggen. Ik kon gewoon niet meer. Ik had gewoon geen zin. En af en toe is het best wel lekker om jezelf ook een beetje rust te gunnen. Oh, en ik ga trouwens niet meer sporten heel de maand december. Ik ga in januari weer beginnen. Ik heb er gewoon geen puff voor. En ik kan het een beetje laten rusten dan om te wel te gaan. Heel goede combinatie. Heel goed gezegd dit. Oké, laten we mijn kleding gaan uitzoeken. Dan wat moet gebeuren? Oké, ik denk sowieso deze aan het pakken. Love it. Het is mijn sweater van H&M. En ik heb in de maat M. En hij is super warm. Oké. En mocht je ook eigenlijk afvragen waarom hier al mijn kleding ligt. Dat is omdat ik mijn was ophang op mijn kamer. Ik was het dan beneden en vaak hang het dan helemaal op aan mijn kamer. Op mijn kamer. En dat vind ik chill. Jongens, ik kom echt niet goed met mijn woorden momenteel. Echt super vervelend. Oké, wat doe ik aan? Ja. Nee. Weet je, ik ga voor chill. Ik ga gewoon lekker mijn soorten brushcap aanstukken. Ja, doe ik aan. Nou, dus het wordt echt hier bijna 10:30. Jongens, ik ga slapen. Ik zie jullie morgenochtend weer. Als ik weer soort van Friday vrijdag ben, wat ik eigenlijk niet ben, want ik zie er zo gezegd niet uit. Ik ben echt dood soms. Ja. Oké, later. Arise and shine everybody. Good morning. Het is vandaag woensdagochtend. Het ziet er echt lekker gaar uit. Ja, het is woensdagochtend. Ik denk dat het 7:30 is. Ik ga hem even opmaken. Aankleden heb ik al gedaan. Jee. En dan ga ik weer naar mijn werk toe. Ik zal zo meteen nog leuk zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb vandaag een H&M sweater. Ik heb broek aan van Bershka. Schoenen zijn van Clarks. Ketting is, ik heb geen idee. Ik heb oorbellen in. Ik zal eerst zeggen, ik weet het ook gewoon niet. Maar ik ga nu naar mijn werk toe. Het is iets voor achter, dus ik ga er vandoor. En vandaag neem ik mijn camera wel mee, want ik ga straks naar Davy toe. Peer! Vera! Hallo, Veertje! Hey! Hi, waar ben jij? Oh, ik had net een andere persoon aan de telefoon. Oh, ja, echt? Sukkel! Maar hoe heet het? Ik zit nu in de bus richting Schoonhoogse Veer of zo. Oh, waar, hoe laat ben je daar? Ik ben dus over twee minuten. Oh, dan wacht ik wel even. Ik ben nou toevallig voor de pont. Ik zal wel even op je wachten aan de overkant. Ja? En dan dop ik. Dan, ja, tuurlijk doe ik dat voor jou. En dan dop ik jou bij mij thuis af en dan ga ik door naar Davy. Nou, dat was dus. Dat was mijn schoonzusje. Die dop ik even mij thuis af. En dan ga ik daarna door naar Davy toe. Ga ik daarna door naar Davy toe. Oké, heel erg logisch. Kort verhaal. Lang verhaal kort maken. Ik zit nu te wachten op de pont. Ik ga denk zo rijden al. En ik ga vandaag naar Davy toe. Ga ik daar lekker eten. Lekker heel avond. Lekker chillen. Heb ik zin in. Dus ik ga nou even mijn camera weg doen. Dan ga ik zo weer rijden. Dus see you later. Good morning guys. Het is vandaag donderdag. En ik was gisteren. Zaterdag het laatste stukje dat ik met mijn schoonzusje in bedden was. En toen ging ik naar huis toe. Haar thuis brengen. Toen ging ik zelf naar Davy toe. Daar hebben ze heel het avond gezeten, zitten gekeken en eigenlijk helemaal niet meer gevlogd. Ja, ik ben hem aan het opmaken. Ik heb één ding gedaan en de ander nog niet. Ik moet de mascara doen en ben ik klaar.
En dan ga ik naar mijn werk. Ik ben zo moe, zo dood. Het is echt 7:50. Plus, ik ging op de weegschaal avond doen. Ik ben bij elkaar. Ik ben gewoon in 1 week 3 kilo afgevallen. Waaronder, jij was vorige week ongesteld. Dus ik denk dat het daarmee ook te maken heeft. Hallo, 3 kilo. I'm so freaking happy. Oké, ik sta weer op de pont. Op de pont ga ik naar de overkant. En dan van de overkant weer naar mijn werk. Ja, het is vandaag weer een dagje werken tot 5 uur. En dan vanavond ben ik alleen thuis met mijn zusje. Dus ik ga vanavond lekker werken aan mijn YouTube kanaal. Editen, vooral heel veel editen. En vast mijn kleding kan leggen voor morgen. Morgen ga ik naar Davy toe. En dan blijf ik daar slapen. Oké, ik ben bijna bij de overkant. Dus ik ga mijn camera weg doen. En dan zien jullie vanmiddag om 5 uur als ik klaar ben met werken. Oké, het is nu 5 uur geweest. Ik ben klaar met werken. En echt, ik zie me echt verdomd slecht. Het is echt donker. Maar ik ben bezig met mij geïnstalleerd in de auto. Ik wil de motor starten. Vastmaken. En rijden. Richting Apeldoorn. En dan. En nou wil ik altijd mijn eigen muziek op. Ik heb nou een nieuwe playlist gemaakt, want mijn oude playlist was zo oud. Dus heb ik uit frustratie maar nieuw aangemaakt. Vet kansloos, ik weet het. Nieuw van Ronnie Flex de Maan. Oké, guys. Ik ga rijden. Ronnie Flex! In de auto, repeat. Energie. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat jij dit ziet. Jouw energie. Inmiddels ben ik alweer eventjes thuis. Het is inmiddels 7 uur namelijk, maar ik heb al wel gegeten. Pizza op en ik had heel veel honger. En mijn neef ondertussen mijn armbandje aan het losmaken, want ik ben in de badkamer. Ik heb namelijk net. Ik ga namelijk even douchen. Dat doe je als logisch als je in de badkamer bent. Ik heb een pakketje binnengekregen. Ik heb namelijk samenwerking met Vera Camilla en andere insiders om deze shampoo te testen. Tenminste, shampoos van Schwarzkopf. En ik heb dan de lijn Ultimate Repair Shampoo. Omdat ik, ja, kijk hoe haar eruit ziet. Verschrikkelijk. En dan ga ik even testen. Lekker. Dus ik ga even lekker douchen. En vanavond is het echt een werkavondje, want ik moet super veel doen. Guess what? Ik ben klaar met douchen. En oh, de schoen hier. Ik ga even al mijn lampjes aanzetten. Want dat vind ik heel gezellig. En ik hoor dat het bijna dat 7:30 is of zo. Toen. Dus ik ga eerst even een vlog kijken. Ik weet nog niet van wie. Oh, aan de andere kant. Daarna pak ik even mijn. Naar thuis pak ik nu wel, denk ik. Ik pak gelijk even mijn werkspullen. Ik zet mijn eigen. In deze houding daarachter neer. Daar zo ga ik zitten. En dan ga ik even werken vanavond. En mijn koffer moet ingepakt worden. En ik wil eigenlijk mijn haar stijlen, maar. Of stijlen. Krullen. Maar ik ga niks bijzonders doen van het weekend, dus sla ik over. Als ik dus niet weet wat ik de volgende dag aan wil trekken, dan ga ik altijd outfitcombinaties maken. Door gewoon aan te trekken. Maar dit vind ik echt super leuk. Gewoon een wit t-shirt, blazertje eroverheen. En een soort, ja, soort van pantalonachtige broek. Alleen zou ik hieronder dan wel. En mijn boots aan willen doen, want dan hoef ik niet, geen extra schoenen mee te nemen. Of anders doe ik mijn vans aan en neem mijn boots gewoon mee. Struggle is real. Oké, ik ga hem even aanstekken. Oké, guys, ik heb dus mijn outfit gevonden. Ik doe gewoon hakjes aan en denk dat ik dat wel leuker vind. Oké, guys, het is alweer bijna 10:45. Het is zo laat dan ik dacht eigenlijk. Ik wil eigenlijk om 9:30 of 10:30 vandaag gaan slapen, maar het is weer mislukt. Maar hey, het is in ieder geval niet laat dan 11:30. Dus ik ga slapen. Dus ik zie jullie lekker morgen weer. Dag. Good morning. Vrijdag vandaag. En dit is de outfit die ik eigenlijk gisteravond zal zeggen. Ik moet nog even mijn schoentjes aan het trekken. Oké, ik ga naar mijn werk. Zie jullie vanavond. Morgen, zaterdag vandaag. Gistermiddag. Ik heb helemaal niet meer gevlogd. Dat heb ik al vergeten. Mijn oorbellen heb ik ook nog ingehouden. Ik ga me zo even aankleden en zo. En ben met Davy. En dan ga ik straks naar mijn huis toe. Dan komt Simone. En dan gaan we foto's maken. Het is 2 uur inmiddels en ik rijd nu naar huis toe, want Simone komt zo meteen langs. En dan gaan we foto's maken en ik ga nog even video's opnemen. Oh, het is echt super lekker weer, de zon schijnt. Maar ik moet nog wel even tanken, denk ik. En? Ja, ik weet niet. Of ik red het net of red het niet. Of ik red het net niet. Wat ga ik doen? Oké, ik ga hem wel even volgooien en dan ga ik naar Amers toe. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, ik ben weer thuis en ik ga gelijk even een video opnemen. Ik ga even kijken wat voor video ik nou wel ga filmen. Ik had dan opgeschreven in mijn boekje.
Want zometeen komt Simone deze kant op. En dan gaan we zo een paar outfitfoto's maken. Oh, dat hoeft 20 minuten. En ja, dan gaan we naar haar toe. Even kijken, wat is nou... Wat zou ik vandaag filmen? Voornemens filmen? Mijn terugblik filmen? Ja, dat red ik helemaal niet. Oh. Ja. Oké, ik ga dus sowieso maar even... Ja, wat maar doen hè. Ik ga mijn goede voornemens filmen. Oké, dat ga ik nu doen. Oké, ik ga een foto maken. Het is de outfit die ik aan heb. Het is gewoon heel leuk, vind ik. Ik ben hier met mijn vriendinnetje Simone. En daar gaan we dus vanavond ook heen. We gaan ook eventjes boodschapjes doen zo. Voor vanavond. En ik heb er zin. Maar eerst gaan we eventjes foto's maken van deze outfit en van haar outfit. Oké, we zijn nu in MT. We gaan wijn halen en zo. En we hebben daar in het mandje al lekkere dingen liggen. En daar gaan we naar Simone toe. Gaan we de wijn drinken. Carpaccio. Nee, waar ligt Carpaccio meestal? Hier dacht ik hoor. Oh, hier. Moeten we twee pakjes doen? Ik weet niet. Gewoon met een... Maar kunnen we denk... Is eentje dan voldoende, denk je? Twee. Oké. Ja. Top. Weer bij Simone. En ze is daar. Zie mijn cute koffiebok. Hij is echt leuk. Laat zien. Echt super schattig. We hebben bij de Exchange gekocht, toch? Ja. Like it. Wij gaan dus vanavond wijn drinken, eten en spelletjes spelen. En films kijken. En gewoon echt super lekker rustig aan doen. En wijn drinken. Ik heb van haar trouwens echt super leuks gehad. Ze had sokken gekregen bij een luchtje, toch? Ja, moet echt. Zit er weer wat onder? Ja, eigenlijk staat ho 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 op. Volgens mij staat dat op de onderkant. Heb ik ze verkeerd aan dan? Oh, hier! De doos. Dan de Merry Xmas! Ho, ho, ho. Ja, de andere Merry Xmas. Oh, wat enig. Ik heb dus deze kerstschoentjes. Oh, en nee, ik heb ze ook verkeerd aangedaan, zie ik. Deze kerstsokken. Want dit is rechts en dit is links. Maar goed, ik vind ze echt superleuk. En wat is dat? Shortlaatjes. Ik vind haar huis echt zo superleuk. Kijk dan. Je hebt ze van die kussentjes. Tafeltje, hier een rekje. En ik lig lekker hier te chillen, Billen. Ik kan lekker zo'n wijn drinken. Yummy. Maar doe elke keer, telkens weer. Simone heeft eten gemaakt, jongens. En dit is een broodje met carpaccio en pijnboompitten en rucola sla en kaas zeker voor jou. Ja, ik moet geen kaas. Jou, deze voor mij. Oh, top. Oh, ziet er echt lekker uit. Nom nom nom, gaan we lekker wel smikkelen. Oké, Simone, welke film gaan we kijken? We gaan The Gladiator kijken. En weet je ook waarom? Because the bodies of the men are very nice. Ach, mijn Engels slaat ook weer 10 keer nergens op. We hebben inmiddels nog steeds wijn. En we hebben broodje met carpaccio. Super lekker. Maar Gladiator is echt een film die ik echt iedereen aanraad als je van mooie mannen houdt. Even van de strakke broekjes. Nom 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 nom. Plus bovendien, buiten dat om, is het gewoon echt een super goede film. Oké, okay, de Gladiator is dus afgelopen. En nu gaan we een spelletje spelen. We gaan Wie is het spelen. Ik heb voor haar deze, voor Simone. Haha. Oh, kom zo. Ik vind het zo super grappig. We gaan het gewoon lekker spelen. Het zit in mijn haar. Het zit in mijn haar. Ja. Ja, het zit in je haar nou. Is dit geks? Nee. Dat absoluut niet. Is het bij mij iets geks? Nou, in principe is het vrij normaal. Oké. Okay. Is het een dildo of zo? Nee. Wat dat is het nooit wat voor. Op zich is het normaal. Ja, daarom. Het is hartstikke normaal om een dildo te hebben. Toch uit? Ja. Jij bent... Kan je er spelletjes mee doen? Ja, dat kan. Oké, okay, inderdaad. Zo is opgelost. Ik was een condoom. Oké, okay, ja, vet grappig. Ja, ik was een kanoom. En op een gegeven moment gaf ik haar hints van, je hebt het wel eens nodig, vooral in het weekend. Ja, sorry, maar toen wist ik al genoeg. Zo, oh god. Dit vind ik zo eng, hè. Zou je zien dat het nou juist
breekt. Maar mijn vingerschat is wel. Oh, oh, snap. Oké. Oké, toen was het maandag. Ik heb zaterdagavond hadden wij echt om 3 uur thuis, zo 's nachts. Ik heb niet meer gefilmd. Gisteren heb ik ook heel dag niet meer gefilmd. Maar ik hoop dat jullie dus nog deze vlog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Zie ik je graag in mijn volgende video's weer. Doei!